Hey Bart Valken hier van ietsmedia.nl Welkom bij de DNP Video Examen Film Uitleg. -ding. nou ja, hoe dan ook, in deze film laat ik je zien hoe jij in wie video een filmpje kan maken. Wat je ook moet maken voor je CSP of ofwel je praktisch eindexamen. Eigenlijk niet ingewikkeld, maar goed om even te checken dat je weet hoe het werkt zodat je het straks op je examen, bam, in één keer allemaal goed doet. <totstuk> Hier zitten we in video. wie video werkt, dus online. Dus het is onafhankelijk van hoe goed je laptop is, allemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je een beetje een fatsoenlijke internetverbinding is. En dan hoppen kun je in wie video elke film maken die je maar wil. Het is gemaakt voor eenvoudig zijn, dus uh, moet lukken. Toch hier heb je uh, je projectbestanden: video's, plaatjes, audio, uh, teksten kan je erin zetten, en overgangen en wat extra's en achtergronden en zo. Hier is je grote scherm waar je of je video's op bekijkt. Of je je tijdlijn. En hieronder heb je je tijdlijn met hierboven wat menu dingen. Maar genoeg gepraat, we gaan gewoon aan de slag. Wat moet je maken? Nou, dit is de opdracht. Het wijkhuis wil voor de lokale omroep een promotiefilmpje maken. Om nog meer mensen naar het wijkhuis te trekken. En jij gaat deze film monteren. Voor deze opdracht heb je een map VB Media Film KB nodig. Met andere woorden, je hebt een map nodig met wat bestanden en foto's en dergelijke. En hier zijn ze. Dit is gewoon verkenner. En dit zijn de foto's en de filmpjes en de muziekje wat je nodig hebt. En die gaan we zo in weer video gooien. Nou, deze werkwijze komt er eigenlijk op neer dat jouw examinator, ha, ik dus zeg dat jij een videobewerkingsprogramma moet gebruiken, ha, wie video dus, enzovoort, enzovoort. Nou, hier wordt het pas echt heel erg belangrijk, de eisen. Monteer de, vol film volgens, oh, vol, monteer de film volgens het schema in de juiste volgorde, met de juiste tijdsdier, inkorten, dus niet versnellen. En met de juiste bewerking bij de film, Repair café en koken. Nou, hier vind je dus acht eh, rijen in deze tabel. En dat zijn dus acht beelden die je erin moet zetten: foto's of video. Nou, dit is de naam van elk foto of filmfragment. En hier eh, bewerking. Bij het tweede van moet je dus eh, wat gaan doen. En hier hoe lang ze in beeld zijn. Dan, dit stukje gaat over. De film heeft goed leesbare teksten. Want er moeten wat teksten en titels in de film zetten, vind je daar. En hier nog wat meer eisen over overgangen en de aftiteling en zo. Nou, heel belangrijk dat je dit gaat doen. En letterlijk. Pak een pen of markeerstift en streep letterlijk door. Dit heb ik gedaan. Bam, zit erin. Hoe doe je dat in Video? Nou, eerst maar eens eventjes de projectbestanden erin zetten. Dan gaat het heel makkelijk. Je selecteert met linksklik en sleep gewoon alle bestanden die je nodig hebt. En met linksklik en sleep gooi je die gewoon hier. Drag and drop je media hier. Laat je het los en dan zit het dus in je projectbin en dan kan je ze gebruiken. Um, Oké, okay. nou eens eventjes kijken wat de opdracht zegt. Wat moeten we als eerste doen? Hier volgorde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oké, okay. de foto van de ingang Wijkhuis is 4 seconden in beeld. Oké, okay. eens even kijken. Foto Wijkhuis, ingang Wijkhuis, die moet dus 4 seconden in beeld zijn. En dat is heel makkelijk, gewoon links klikken en slepen en dan gooi je die op je tijdlijn. Nou, deze tijdlijn die bestaat uit drie sporen. Ten eerste een audiospoor, Nou, daar past video natuurlijk uh, niet op. Dan zegt hij ook van er is rood, dat kan niet. Deze zet je op je videolaag. En hierboven heb je nog een tekstlaag. Daar kun je ook video op zetten, maar dat heet gewoon tekst. En je kan ook nog een dubbelklikken, en dan kan je dat ook een naampje geven, wat je maar wil. Maar je hebt standaard dus een audiolaag, een videolaag en een tekstlaag. Nou, even alvast: hier bij track kun je plus, dan kun je ook altijd een nieuwe videolaag toevoegen. Of bij eh, track hier ook een nieuwe audiolaag. En op die manier kun je dus audio. En beeld met elkaar mixen en er iets moois van maken. Ctrl Z is altijd weer ongedaan maken. Deze extra videolagen hebben we niet nodig, maar heel belangrijk om te weten dat ze er zijn. Oké, okay, deze eerste foto moet dus 4 seconden in beeld. Hier vind je een uh, zoomje, zoompje, zoomslider. En hier kun je dus in en uit zoomen op je tijdlijn. En dit noem je een. Dus die kan je overal neerzetten. Nou, hier is natuurlijk gewoon, we zetten hem gelijk aan het begin. En hier vind je een blauwe tijdsindicator. En die kan je dan hier op 4 seconden zetten. Maar wat handiger is, is om gelijk deze hier zo te klikken. En dan hier links klikken en sleep. En dan zie je bij je muis ook gelijk een getalletje verschijnen. En die zet je dan op 000400. 00. Dan zit je precies op 4 seconden. En eh, dat tijdstelletje zie je ook eh, hier zo. Nou, de eerste, dat wil zeggen de minuten. En deze, dat zijn de seconden. En deze laatste twee getallen zijn jouw frames. Want elke seconde bestaat uit 25 frames. Dus het zie je ook dat die bij 25 frames, hop, na hier 24, 25, wordt het weer 4 seconden. Dus hou dat even goed in de gaten. Oké, okay, de eerste foto zit er dus 4 seconden in. En dan de film Timmerclub. De Timmerclub film. Dat is deze. Als ik hier op klik. Dan kan ik hem hier dus previewen en bekijken. Maar met links klikken en sleep. Dan sleep ik hem zo erin. En die moet dus ook 4 seconden in beeld. Als ik hier links klik en sleep, dan zie je ook precies hoe lang deze moet duren. Of hoe lang die eh, duurt. Zeg maar. En die zet ik dus ook precies op. Nou, precies. Op precies doen. Op 4 seconden. En dan komt hij er dus in. En nu heb ik dus. Repair of de Timmerclub heb ik nu ook 4 seconden erin. Wat nog meer? De foto van Sminken ook 4 seconden. De foto's van Sminken ook 4 seconden. En dan even een heel handig trucje. Kijk, ik weet al dat deze is 4 seconden. Deze is ook 4 seconden. Deze kan ik heel snel ook 4 seconden maken door deze gewoon even tijdelijk en boven te slepen en dan zo hop in te korten. En dan weer terug te slepen. Want ik wist dat deze al 4 seconden was. En nu is deze dus op deze methode ook 4 seconden. En dat gaat gewoon lekker snel. Dan de film over gamen moet ook 4 seconden erin. Film over gamen, hier, ja, dit is deze. Film over gamen moet er ook 4 seconden in. En dan sleep ik hem gewoon weer net zo kort als die andere. En hoppakee, dan is deze dus de film gamen ook 4 seconden lang. Wat moeten we nog meer doen? De film Repair Café, maar er staat bij een bewerking verwijder de eerste vier seconden. Dus in totaal moet die vier seconden duren, maar de eerste vier seconden moeten blijkbaar weg. Dan gaan we dat doen. Dit is de video van Repair Café, dat zie je dus aan de bestandsnaam. En wat je kan doen om dat handig te doen, de eerste vier seconden eraf, is er gewoon eventjes hierboven aan het begin slepen. En dan sleep ik hem zo, hop, 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 naar deze 4 seconden. Dan is het eerste stukje eraf, dus 4 seconden. En dan haal ik de, de rest er nog af. En want hé, weet je nog, deze was toevallig ook 4 seconden. En deze is dus ook 4 seconden lang. En de eerste 4 seconden zijn er ook afgehaald. Dus nu klopt deze. En dan kan ik deze op het eind zetten. En dan klopt ook dit shot. Eens even kijken wat we nog meer moeten doen. Dan de filmcomputercursus, die moet ook 4 seconden. Film computercursus. Ook 4 seconden. En het maakt niet uit welke 4 seconden. Dus je kan ook bewijzen van een stukje uit het midden nemen. En dan doe ik gewoon deze hier. En deze daar. Dan gebruik ik dit zeg maar als lineaal. Deze ook 4 seconden. En dan zit de film. Computercursus of de clip computercursus ook erin. Dan de film koken, en hier staat, let op, versnel dit fragment. En hier staat, inkorten, niet versnellen. Hm. Maar in dit geval staat er dus wel specifiek bij dat je hem mag en zelfs moet versnellen. En het gaat over koken. Dus dan uh, slepen we deze koken erin. Hoppakee. Maar uh, dit is best wel een lange shot. Moet je kijken, gaat helemaal die kant op. Zeker als ik even uitzoom. Moet je kijken wat een, een lang shot dat was. Hoe kun je dat versnellen? Heel makkelijk. Dubbelklik. Als je dubbelklikt op een clip, dan krijg je de eigenschappen. Zeg maar, de instellingen van die clip. Zoals transform. En dan kun je hem dus groter of kleiner maken. Uh, positie. Ik kan hem uh, flippen en draaien. En uh, nou, allemaal dingen doen. En een daarvan is speed. Hier vind je slower en faster. Een soort van. <laughs> Slakje op een skateboard en dan zet ik deze rip, helemaal uh, zo snel mogelijk. En dan staat hier nieuw clip length, hier zo, er staat nieuw clip length 3.13. Dus het is eigenlijk net een stukje te lang. Gaan we fixen Klik even op done. En dan zie je dus dat hij hier is uh, versneld. Hoe lang moest hij ook weer wezen? Even kijken. Aha, instinkertje, drie seconden. Dus deze clip moet drie seconden in beeld zijn en niet vier. En ook niet 313 van wat hij nu is. Nou, hoe kunnen we dat even Om elkaar krijgen? We zitten nu bij even kijken bij 4, uh, precies 24. 24 plus 3 is 27. Dus als we deze op uh, 27 zetten, dan klopt het. Dan is die het kokenfilmpje en versneld en hij duurt precies 3 seconden. Gefixt. Dan nog het uh, film wandelen en die moet 6 seconden in beeld zijn. Film van wandelen. Pak ik deze en dat is dus. Het uh, moet 6 seconden in beeld zijn. Maakt niet uit welk gedeelte je daarvan pakt. Oké, okay, en we zitten hier natuurlijk op. 27 plus 6 seconden is 33. Beetje hoofdrekenen. En dan zetten we deze op 33. En dan is de film wandelen, dus 6 seconden in beeld. Hoppakee, en nu hebben wij dus. Alle shots erin zitten en kunnen eens kijken naar de tekst en de rest van de eisen. De titel van de film is: Ontdek wat je kunt doen in ons wijkhuis. De titel komt zonder effect in beeld gedurende de eerste vier seconden van de film samen met de foto-ingang Wijkhuis. En dit is de volgende tekst, maar eerst maar even: Ontdek wat je kunt doen in ons wijkhuis doe even Ctrl-C, dan kan ik het stiekem kopiëren straks en plakken. En dan ga ik hier naartoe en dan eens even kijken naar het begin van de film. Dus hier moet die tekst overheen, hier op de tekstlaag. Hier heb je tekst, je hebt heel veel soorten teksten met allerlei effecten, toeters en bellen. Maar het mag niet, het mag niet creatief, het mag niet mooi. Het moet gewoon zonder effect, bam, tekst. Dus die gooi je erop en die moet net zo lang zijn als die eerste clip dus. En je ziet dat die gelijk daar naartoe uh, snapt. Een beetje inzoomen. Hoe kun je die tekst aanpassen? Heel erg makkelijk. Gewoon dubbel klik. En als ik hier dubbel klik, kan ik hier dus de tekst typen. Maar als het goed is, heb ik het net nog gekopieerd. En ontdek wat je kunt doen in ons wijkhuis. Wel zorgen dat het een beetje in beeld is. Hier kun je het ook groter en kleiner maken. En hier kan je ook de lettertype een beetje aanpassen. Bijvoorbeeld deze. En een beetje het tekstvak iets wat groter maken zodat het erin past. En misschien nog eventjes een passend kleurtje dat iets beter leesbaar is. Ietsje donkerder. Kijk, dit is wel leesbaar, dacht ik zo. En dan zet je hem erin en dan zet je don. En dan hoppakee. Ontdek wat je kunt doen in ons wijkhuis. Staat op de goede plek. Heeft de goede lengte en is goed leesbaar. Zijn er nog meer eisen? Nee. In het filmprogramma met Timmerclub staat linksboven de tekst voor de jeugd. En in het fragment computercursus staat linksbovenaan de tekst voor de ouderen. Dus eerst voor de jeugd. Die moeten maar maar eventjes linksboven bij de timmerclub zetten. En hier is de timmerclub. En dan kan ik hier dus ook weer zo'n tekst zetten. Even wat kleiner maken, zodat die net zo lang is als de clip. En dan hier dubbelklik op de tekst. En dan krijg ik hier voor de jeugd. Um, ik vind het al prima, eigenlijk de lettertypen. Er zijn geen eisen van lettertypen, dus dan mag je het zelf bedenken. En voor de jeugd moet het een beetje kleiner. En linksboven, hier staat dan: Voor de jeugd. En dan doe ik don. En dan even kijken, wat moest er nog meer? In heel het fragment computercursus staat linksbovenaan de tekst voor de ouderen. Dus voor de ouderen moet hier bij de computercursus, nou, je kan ook tekstvakken, of tekstclips moet ik zeggen, kopiëren en plakken. Dus nu ctrl-c van kopiëren, ga ik hier naar de clip waar die boven moet. En doe ik hier ctrl-v en dan plak ik die erboven en met een dubbelklik. En dan kan ik hier ouderen van maken. En doe ik hier don en dan staat hier linksboven voor de ouderen. Dus dan heb ik aan al deze eisen voldaan. Oik, streep er door op naar de volgende bladzijde, want dit moeten we ook nog doen. Dan we gaan het hebben over overgangen. De overgang tussen fragment 4 en 5 bevat een effect wat je zelf kiest. En 4 en 5 is de Gamen Repair Café. Dus dan hebben we hier, dit is 4 en dat is 5. Hoe maak je overgangen? Transitions. En je mag er zelf eentje kiezen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, slide. Helemaal prima. Die zet je gewoon ertussen. Die sleep je ertussen. En dan heb je dus een overgang die je zelf hebt gekozen. Een andere kan ook, want je mag hem zelf kiezen. De overgang tussen fragment 6 en 7 bevat een ander effect dan dat we net gekozen hebben tussen 4 en 5. En 6 en 7 is de film computercursus en de film koken. Oké, okay. dus we hebben hier computercursus en koken. En we moeten een ander effect kiezen. Bijvoorbeeld de rode gordijnen. Ja, dan zet ik hier de rode gordijnen tussen. En hoppakee heb ik hier dus het effect van de rode gordijnen. Als je de overgang, de lengte daarvan moet aanpassen. Het staat nu niet in de eisen. Maar hey, het zou zomaar kunnen dat een fragment... Maak een fragment. Nee, maak een overgang van bijvoorbeeld uh, drie of uh, vier seconden. Dan kan je dat dus aanpassen hier. Als je gewoon op de overgang klikt. Dan vind je hier nog weer de andere overgangen die je eventueel kan uh, switchen. Je vindt hier de lengte van de overgang. En je kan dus zeggen van... Hey, pas dit toe op al mijn overgangen in de film... Of alleen deze. Ja, dus uh, weet je dat ook even. Uh, even kijken, wat nog meer. Bij de overige foto's en filmfragmenten zijn geen effecten of overgangen ingevoegd. Nou, dat hebben we ook niet gedaan. <laughs> Gewoon niet gedaan. Onder de hele film haha, staat een muziekfragment. Moment to remember. Prachtig muziekfragment. En hier hebben bij de Project Bin staan. Hier is dat, film, dat muziekje. Je kan hem altijd eventjes. Uh... Heel leuk. Luisteren. Die zet je op je audiolaag. Hé, hou eens op. En die zit je natuurlijk aan het begin. En je ziet dat deze video of deze muziek is veel langer dan jouw clipjes daar. Even kijken wat de eisen zijn. Onder het hele film staat moments to remember. Het muziekfragment sluit af met een fade-out. En een fade-out betekent dat die langzaam zachter wordt. Nou, wat je kan doen als dit heel erg lang is. Je kan hier op split drukken. Oh, en dan split die dus bij de plek waar je cursor is. Nou, ik druk nu even op split. En dan heb ik dus deze uh, gesplitst. En dat kan je ook altijd doen met uh, video's. En met delete. De delete-knop op je toetsenbord. En met de home kun je ook weer terug. Dus home en end kun je ook heel makkelijk van naar begin en eind van je tijdlijn. Uh, even kijken. Maar we moesten nog een fade-out maken. Daar waren we eigenlijk mee bezig. Dus ga ik even naar het eind van mijn tijdlijn. En een fade out, dames en heren, is heel makkelijk te maken. Hier vind je een belangrijk menu itemje. Audio en opacity. Als ik daarop klik, dan vind je twee eigenschappen. Twee uh, mogelijkheden. Show audio level en show opacity level. Audio level betekent dus het geluidsvolume. En opacity in het Engels betekent in het Nederlands doorzichtigheid. Oftewel transparantie, moeilijk woord. Nou, je snapt wel doorzichtigheid. Nu moet ik even kijken naar audio level. Als ik dat doe, krijg ik hier een uh, blauw lijntje. Als ik daarop klik. En dan krijg ik hier puntjes. En dan kan ik allerlei puntjes zetten. En wat doet eigenlijk de puntjes? En wat doet het blauwe lijntje? De blauwe lijntje is eigenlijk gewoon een lijntje van het volume. En door de puntjes te bewegen kan ik op die plek dus het volume dus harder of uh, zachter zetten. Dus een paar keer ctrl Z Dan zoveel puntjes hebben we niet nodig. Wat we wel nodig hebben is dat we deze eventjes precies zo op een eind zetten. En hier zetten we dit laatste puntje naar beneden. Dat krijg je dan een fade out. En die kan je nog wat langer maken door een puntje daar op te schuiven. En je hebt een fade-out gemaakt. Hop, in de pocket. En overigens, dat kan je ook met je beeld doen. Het kan zijn dat beelden dus ook audio hebben. En dan kan je die audio van het beeld op die manier dus ook uh, regelen. Dan wat je ook kan doen is dus de opacity aanpassen. Kijk, als ik hier show opacity level, krijg ik hier een groen lijntje. En dat is dus een lijntje van de doorzichtigheid. En als ik deze naar beneden trek, dan eindig ik dus met een. Met een fade out van het beeld. Zie je? Het beeld wordt dan zwart. En op die manier kun je dat dus de opacity regelen door het groene lijntje te manipuleren. Met de witte magische puntjes. En in een videoland, animatieland, heet dat keyframes zetten. Oké, okay, um, op die manier dus kan je dus je audio en je beeld dus regelen. Wat moeten we nog doen? De aftiteling rolt over de laatste filmfragment en bevat montage. Jouw naam. Muziek. Naam van muziekfragment en datum van vandaag, inclusief jaar. Nou, rolt betekent dat hij van boven naar beneden als een aftiteling van de film eh, erin eh, zet. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat gaan we je nu laten zien. Hoe je dat doet natuurlijk even terug naar wie video. Pak hier gewoon mijn sample. Meest simpele tekst. Maak hem eventjes net zo lang als dat die clip is. Dan doe ik hier dubbel klik. En dan moest ik hier ook weer typen. Naam. Bart Balkenier. En dan muziek. Moments to Remember. En datum. Was. Is nu 22 januari 2024. Dan maak ik dit eventjes wat uh, kleiner. Bijvoorbeeld uh, gokje 60. Nou, ietsje, ietsje groter. Klein tikje groot, maar ook niet te veel. En wat ik ook ga doen. Het is natuurlijk een rol die aftitelt van boven naar beneden. Ik ga je wat entjes tussen zetten. Zo. Hoppakee. Oh, het was voor mij Moments to Remember. En belangrijk dat je dat goed checkt. Dat het precies staat wat er hoort te staan: naam van het muziekfragment, ja. En voor mij was het echt Moments to Remember. Ah, gaan we zo even checken. Remember S. Even checken. Um, wat we kunnen doen hier is bij animatie: vind je hier startpositie. En eindpositie. Dus deze gaan we in de startpositie zetten. En dan klikken we hierop. En dan, nou je kan gewoon zeggen. welke positie je moet hebben. Voor de start zet ik hem helemaal hier bovenaan. En voor de eindpositie zet ik hem even helemaal hier uh, beneden. Dan zeg ik Don. En dan zul je zien dat hij. van boven naar beneden. Oh, overheen rolt. En hoe heet die muziek ook alweer? Even checken. Moment. Ah. Moment to remember. Dus niet dubbel, niet met s erachter, gewoon moment. Dus dat even gauw aanpassen. Soms bij examen gaat het echt om details. Moment to remember. Dit is de muziek. En nu, volgens mij, als je alles hebt doorgestrapt. dan hebben wij aan alles voldaan. En dan kun je de film dus inleveren. Hoe leef je die in? Hier staat nu gewoon export. En dan klik je op export. En dan kun je bijvoorbeeld. Uh, Geef je het uh, een naam film uh, re, per kv. Nou, dit is uh, alles allemaal prima. Druk je op export. En dan uh, kun je hem hier downloaden. En als hij is gedownload, dan haal je je examinator erbij. En dan zeg je ijs klaar. En samen met jou zorgen we dat hij op de stik is opgeslagen. Veilig en wel. Maar hij wordt ook opgeslagen in uw video. Dus offline en online opgeslagen. Oké. Okay. Um, dit was hem voor nu. Heel veel succes en ik zou zeggen: uh, oefen er nog een, een paar keer zodat jij weet dat jij voor je examen, voor je CSPE en film kan maken in video. Maak iets!